En hoe is hij op de set? Ja, Erkan, zalig. Ja, echt waar. Hij speelt zelf ook mee, hè. Dat is een bevlogen gast, hij is enthousiast. Zo wil je ze toch? Als je Lee zijn vriendin vertelde dan net van waar dat Erkan begonnen is, jongen, dat is echt wel... Dat is weten wat je wilt, hè. En daar naartoe gaan en bezig blijven en leren onderweg. En vallen en weer opstaan. Iedereen kent Erkan van de film van Jan Verheij, denk ik. Het is grappig hoe dat een naam dan toch op een telefoongesprek direct vertrouwen inboezemt. En ik vind het een heel leuk verhaal ook. Wat mij over de streep getrokken heeft, is het speelt zich voor een groot deel af rond boeken in een bibliotheek. En ik heb heel veel van mijn jeugd doorgebracht in een bibliotheek, omdat mijn moeder bibliothecaresse was. Dus alles wat met boeken te maken heeft, is dan... Ja, ja. En het is een sprookje, hè. Het is heel fijn. En ik denk dat het visueel ook heel knap gaat zijn. Wie ben jij? Het komt wel goed. Ik ben Isra. Isra, ik ben een genie. De geest uit de oorlog. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.